In een ontspannen sfeer in het Nationaal Archief Suriname, NAS, is gisteravond het levensverhaal van Eddie Snijders verteld door zijn zoon Ronald Snijders. Richinel Edgar Snijders, meer bekend als Eddie Snijders, is een van de belangrijkste vernieuwers geweest van Surinaamse muziek. De presentatie in het archief is georganiseerd door Ronald Snijders in verband met de 100ste geboortedag van zijn vader Eddie Snijders. Bij de presentatie hebben de aanwezigen kunnen genieten van diverse historische muziekfragmenten. Ronald Snijders, die een biografie over zijn vader schreef in 2005, belichtte enkele delen uit dit boek, De Man met de Piccolo. Eddie Snijders staat vooral bekend als de eerste componist van Suriname. Hij maakte op orkestraal niveau een synthese tussen Afro-Surinaamse muziek en andere Westerse en Caribische muziek. Daarbij werd het karakter van de Surinaamse volksmuziek centraal gehouden. Eddie Snijders is 40 jaar verbonden geweest aan de militaire kapel als beroepsmuzikus en werd in 1974 kapelmeester. Snijders is oprichter geweest van de politiekapel en was daarnaast verbonden aan de volksmuziekschool. Zoon Ronald vertelt dat zijn vader op 8-jarige leeftijd ontdekte dat hij iets bijzonders vond aan muziek. Hij ging met opa mee naar het orkest, want opa speelde in het orkest van de Frates, Amicitia of zoiets. En hij vond het zo vreselijk mooi. Maar hij had geen instrument, want opa was, hij was wel met de muziek, maar amane ben je maar instrument gepleegd. Maar toen hij 12 jaar was, heeft hij een connect gehad van Frater de Kort, nu weet ik even precies. Maar die man was streng, je moet wel oefenen. Als je niet oefent, dan wordt je instrument genadeloos teruggekomen en tweede kans nodig. Is nu hebben we dat ding van, je moet het niet meer doen, enzovoort. Nou, vroeger die klaar. En hij heeft ontdekt dat hij ontzettend veel van muziek maken houdt en ook om eigen dingetjes te schrijven. Ronald vertelt dat zijn vader vanaf zijn 12e muziek maakte. En alhoewel hij een grote liefde had voor muziek, startte hij zijn carrière niet als muzikant, omdat het in die tijd niet veel betekende. Daarom begon hij zijn carrière als ambtenaar, maar was toen al actief in het Bolivars Orkest van de Fraters. Toen de militaire kapel weer moest beginnen na een tijdje stil te hebben gezeten in de periode van de Tweede Wereldoorlog, werd er een beroep gedaan op de jongens van het Bolivar Orkest. En zo deed Eddie zijn intrede in de militaire kapel. En Eddie begon onmiddellijk stukken te schrijven voor dit orkest. En Annabella schreef gewoon een pokoe van een leuke maas. Nee, hij wil iets hebben waar een Surinaams ding gebeurt. Want hij hield van die dingen toch. Dus hij begon stukken te schrijven. En ook in het vorige orkest van dat Bonifaz orkest had hij een zogenaamde maas geschreven, crescendo maas. Crescendo betekent langzaam luider worden. Crescendo maas. En eigenlijk de mannen bij Wampleya aan pokoe. Van, Eddie, heb jij dit geschreven? Ja, meneer. Maar dat vast aan de klopt zo precies, jongen. Maar je jok, man. Weet je, dat soort dingen. Maar toen hij in de militaire kapel ging, ging hij dus door met die stukken. En hij had veel sympathie van Rowan Horst.